Goedemiddag hier. Stalen gevels. Ik ben Ron Jacobs van ODS. Wij verdelen stalen gevelsystemen uit Zwitserland. En die zijn uiteraard heel duurzaam, want anders stonden we hier niet. En we gaan er vandaag wat over vertellen. Niet zozeer de architecturale waarde die die systemen hebben, maar meer potentieel op hergebruik. Wat we daar allemaal mee kunnen doen. Dat hebben we opgesplitst in drie thema's. We gaan het hebben over staal en glas in de architectuur. Je zal zien, het zijn toch wel vaak bekende projecten die voorbij komen. We gaan het hebben over de duurzaamheid die die systemen in zich hebben. Wij zeggen duurzamer dan echt, want het is echt wel heel goed. Maar goed, dat is gemakkelijker gezegd. En dan gaan we kijken hoe wij nou onze stappen gaan zetten naar de circulaire economie. Omdat iedereen praat erover hier. Wij hebben daar ook ideeën over. Maar om het nou echt te gaan doen, dat is wel eventjes een ander verhaal. Het is leuk als we ideeën hebben, maar om die om te zetten naar de realiteit, dan moeten we toch wel even wat strategische partnerships gaan zoeken. En dan moeten we echt gaan samenwerken. En ja, je partners moet je wel heel secuur uitzoeken, want anders wordt het niks. Dus waar we staan in de circulaire economie gaan we zo zien. Even wat mooie plaatjes om de toon te zetten van ja, wat doen die jongens nou eigenlijk? De architecten kennen ons wel, die weten ons te vinden. Als je praat over staal, dan vragen toch mensen wel van goh, wordt dat nog gebruikt en waar dan? Nou, dan geven wij gewoon wat voorbeelden van bekende gebouwen die iedereen in de gebouwde omgeving wel kent. Stationsgebouwen vaak, openbare gebouwen, musea. We zijn gevestigd in Barendrecht bij Rotterdam. Wij hebben een vestiging in Antwerpen en wij verdelen onze systemen in België en in Nederland. En met wie we dat doen, dat zullen we ook zo zien. Dus dit museumgebouw in Antwerpen kent ook iedereen. Dus dat zijn eventjes de plaatjes om de beeldvorming wat helder te krijgen. En dit zijn de mooie projecten waar wij af en toe aan mogen meewerken. Nou, wie wij zijn, wij zitten in een hele grote logistieke club. Een distributeur van metalen en staal, aluminium, non-ferrometalen. Maar dan op de logistieke manier, wereldwijd. Er staan daar wat cijfertjes, ik ken die niet uit mijn hoofd. Ik denk ook niet dat vandaag de bedoeling is om al die cijfertjes te gaan noemen. Dat doet niet echt ter zake. Maar we zijn op ieder continent best wel aanwezig. En daar doen wij ons logistieke verhaal in het distribueren van staal, metaal en non-ferro-producten. Ons hoofdkantoor is in Barendrecht, het oude ODS. En daar doen we ook weer hetzelfde, maar dan op het formaat in Nederland. Ook weer fantastische range aan producten. Met ja, mooie omzetten, maar ook weer hier. Dat boeit niet, nu begint het al een beetje leuk te worden. Want in onze afdeling geveltechniek, wij hebben ongeveer 5 divisies bij ODS. Maar ik ben verantwoordelijk voor de afdeling geveltechniek. Daar werken wij uitsluitend exclusief met de firma Janssen uit Zwitserland. En die maken gevelsystemen uit staal. Gordijngevels, vliesgevels, ramendeuren. Kogelwerend, inbraakwerend, brandwerend, maar ook gewoon mooi voor de particuliere investeerder. En ja, daar zijn we hartstikke druk mee bezig. Dat doen wij overigens al bijna 50 jaar. Dus wij weten wel iets van een aantal projecten. Nou, dit is wat wij heel graag doen. Dit is niet een bomexplosie. Dit is ook geen disassembly strategie die hier toegepast wordt. Dit is een opbouw van een project in Mechelen, in Gent. Cultureel centrum met toch wel een complex vraagstuk. 11 meter vrije overspanning aan één gevel. Aan de andere gevel verschillende overspanningen. Maar de architect die wilde één basisprofiel. En dan ervoor zorgen dat het ene basisprofiel op alle toepassingen en hoeken van het gebouw, dat profiel ook zijn werk doet. Overspanningen creëren, veel glas, veel transparantie, weinig materiaal voor het draagprofiel, zo min mogelijk.
en dan een beetje brandweerstand. Nou, dan hebben wij een vraagstuk. Dus dit soort vraagstukken behandelen we heel graag. En dan gaan we zorgen dat daar een mooie toepassing van komt. Een andere toepassing is in Rotterdam. Dan hebben we het over transformatie van een oud kantoorgebouw. Daar zijn flexibele kantoorunits in ontwikkeld. En dan beginnen we al een beetje op de nieuwe economie terechtgekomen. Delen van kantoorruimtes, snel, flexibel, voor grote bedrijven, voor kleine bedrijven. Daar hebben wij een mooie gevel geplaatst met een nieuw type profiel dat hele hoge overspanningen aan kan. Deze profielen kunnen vrije overspanningen van 8 tot 10 meter aan, zonder dat we ze hoeven te verstevigen. Dus ook hier kunnen we met veel glas werken. En uiteraard de architect van dit gebouw, die heeft daar bewust voor gekozen. En zo werkt dat bij ons. Architecten weten de weg heel goed te vinden naar ons, leggen ons vraagstukken voor. En dan komen wij met een projectplan en dan wordt het uitgevoerd door onze klanten. En die maken dan die mooie gevelsystemen. En wij hebben dan eerder een adviserende rol. Nou, dat kan nog extremer. Dat is toch een kleiner project, maar de uitdaging was daar iets groter. We moesten dan met staal een oplossing vinden voor een gevel die ook weer een gebouwtje bovenop de gevel kon dragen. Dat was een apart vraagstuk. En dan moest die structureel beglaasd, dan moest daar LED-verlichting in worden aangebracht. En het moest een glazen schappen systeem kunnen dragen. En dat zijn natuurlijk veel functies voor één gevel. Maar ja, het is staal, dus ja, daar kun je nou eenmaal wat meer mee dan met bijvoorbeeld hout. Maar goed, wij passen natuurlijk zoveel mogelijk onze voordelen toe. En wij houden natuurlijk van deze architectuur. Want daar kunnen we alles in toepassen wat wij weten. En daarmee brengen we onze kennis over naar de architect en de opdrachtgever. En daar houden we van. En dan zie je eigenlijk wel aan het type plaatjes dat ik nu laat zien, dat het gebouwen zijn die zijn gebouwd voor de lange termijn. Dus staal gaat ook heel lang mee. En dat is nou eenmaal zo. Dus dan kun je aan de ene kant zeggen, het kan 100 jaar meegaan. Dus ontwerp ook voor die 100 jaar. Maar we zitten natuurlijk in deze wereld die verandert naar korte opdrachten. Gebruikers die voor een kortere termijn een gebouw betrekken. Ja, daar zitten we met een ander verhaal. Nou, daar hebben we dan ook weer oplossingen voor, maar dat komt later. Dit zijn allemaal projecten die natuurlijk voor de lange termijn zijn gemaakt. Openbare gebouwen waar veel mensen in samenkomen. Dit is een universiteitsgebouw in Rotterdam. Mooie draagstructuur. En dit soort gebouwen die worden dan ook heel vaak genomineerd voor van allerlei prijzen. Nou, dan heeft de architect echt eer van zijn werk. En ja, dat is dan wel mooi dat je aan dit soort architectuur kan meewerken. En dan werd er al gefluisterd dat dit project in België, in de buurt van Spa, dat die al heel erg deed denken aan Mies van der Rohe. En dan wordt hij nog genomineerd voor de Mies Award. Dat was eigenlijk een inkoppertje. Maar we hebben natuurlijk ook wat recente projecten. Deze is nog maar net opgeleverd, Eurojust in Den Haag. Daar waren weer andere vraagstukken. Veel glas, kogelwerend, inbraakwerend en dan zo min mogelijk profiel, hoge overspanningen. Maar dan komen die stalen profielen weer om de hoek. En dit is het plaatje dat net na oplevering werd geschoten. En daar hebben we toch wel al onze kennis ook weer naartoe kunnen brengen. En dat was een mooie uitdaging, daar houden we van. Maar goed, dat waren dan de mooie plaatjes. We kunnen mooie plaatjes blijven schieten, maar daar komen we niet voor. Ik wil toch nog eventjes wat dieper ingaan op de levensduur van dat staal. En de lange levensduur van een product is eigenlijk ook gewoon het eerste principe van de circulaire economie. Als je ontwerpt, moet je ontwerpen voor de lange termijn. Want als je ontwerpt voor 10 jaar en het daarna weggooit of afbreekt of verschrot, ja, dan heb je al die problemen van waar gaan we met dat afval naartoe. Als je materialen kunt toepassen die lang meegaan, ja, dan heb je al de eerste strategie te pakken van de circulaire economie. Nou, daar hebben we wat plaatjes bij. Een oud gebouw in Gent, dat is 40 jaar geleden gebouwd met de techniek van toen. Toen hadden we datzelfde draagprofiel al.
Maar dan kwamen er natuurlijk eisen van ja, warmtetoetreding, lichtweren, een natte beglazing omzetten naar droge beglazing. Ja, daar kunnen wij ons systeem perfect op aanpassen. Dus als je al een transformeerbaar systeem hebt, dan kun je alweer de volgende stap zetten. En dan kun je opdrachtgevers gewoon langer laten genieten van hun gebouw. Dat is wat we hier hebben gedaan. Dan hebben wij ook een onderbouwing laten bestuderen. Van, ja, dat wij zeggen dat het lang meegaat, dat is leuk. Maar kun je het ook bewijzen? Ja, dat kunnen we bewijzen. We hebben voor al onze systemen de nodige onderbouwing. Levenscyclusanalyses laten doen. En nou, die zijn dan gebundeld in het milieutabellenboekje van het NIBE. En daar kunt u gewoon in zien hoe goed dat deze systemen presteren. U kunt ook zien dat het 100 jaar meegaat. Dat is ook fijn om te weten. En dan kunnen we aan de tabel aflezen van oké, als ik met dit materiaal werk, wat heb ik dan aan milieu-impact, aan CO2-footprint? Dat staat daar gewoon heel droog en neutraal beschreven. Maar voor ons was dat wel echt heel goed nieuws. Wij hebben natuurlijk gezonde concurrentie. We moeten altijd goed ons best doen om ons systeem te verkopen. Staal heeft toch wel een beetje de naam van het is een mooi product, maar het kost wat meer. Dan zeggen wij, ja, maar het gaat ook wat langer mee. Dus dan heb je je winst op de lange termijn. Maar je moet vaak ook nu wel die investering doen. Dus ja, hoe kunnen we daar nou mee aan de slag? Wij hadden gedacht dat deze tabellen voor ons deuren zou openzetten. Dat de hele bouwwereld ons zou toejuichen van, nou, blij dat jullie dat hebben gedaan. En het werd een beetje stil. Dus dan hadden we zoiets van, nou ja, wat nu? Maar niet getreurd, we gaan gewoon verder. We hebben echt heel veel mooie projecten, maar we vonden wel zo van, ja, hoe gaan we dat nou communiceren naar de markt? Want er zijn natuurlijk systemen, die hebben daar een hele andere strategie en daar weet de eindgebruiker al van ja, ik zie hier mijn voordelen en bij jullie zie ik dat niet zo. Dus wij kunnen bijvoorbeeld nog heel veel leren van bijvoorbeeld sperziebonen, groenten, fruit. We weten allemaal dat kiwis uit Nieuw-Zeeland, dat niet zo slim is. Nou, en dat kan de consument ook bij Albert Heijn gewoon aflezen op het product. Een sperzieboon uit Kenia. Ja, dat is niet zo slim. Dus ja, je moet hem natuurlijk uit de volle grond in Nederland hebben. Dus aan de ene kant heb je consumenten die heel erg goed weten wat er gaande is. En aan de andere kant hebben we architecten die dan hele lange discussies hebben over hele technische systemen. En daar moeten wij natuurlijk het gat zien te dichten. En dan gaan we naar hergebruik. En daar kunnen we de troeven van staal natuurlijk heel goed tot uiting laten brengen. Dit is geen project van ons, maar dit is wel een iconisch project inmiddels. Het appartementsgebouw in Parijs werd eigenlijk gevraagd aan het bureau van Fasal van joh, breek het af en bouw op die plek een nieuw kantoor. En deze architect die heeft het principe van ik breek niks af wat nog gewoon goed functioneert en verder kan. En daar kun je dus ook een bepaalde meerwaarde in vinden. En in dit specifieke geval kon hij de meerwaarde zoeken door het gebouw daar nog een schil omheen te bouwen. En in die extra schil de bestaande gebruikers van dit appartementsgebouw gewoon een enorme upgrade te bezorgen in levenskwaliteit en comfort. Nou, dat gegeven dat begint nu ook in de architectuur door te dringen. En daar krijgen wij ook heel veel aanvragen voor. En die zijn er eigenlijk ook een beetje ongemerkt ingeslopen. Want eigenlijk toen wij die vragen begonnen te krijgen van goh, kun je die stalen gevels ook maken vanuit hergebruikt staal? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Toen zijn we erover gaan nadenken, maar toen bleek dat een aantal klanten van ons, die waren het al lang aan het doen. Want als een klant profielen over heeft die hij niet bij ons hoeft te kopen, ja, dan heeft hij al een bepaald voordeel. En dat zet natuurlijk de deur open naar interessante gesprekken. Sta ik hier een verhaal te houden van, nou, ik hoef geen profielen te verkopen, want als het hier al om de hoek ligt, nou, dan pak je die toch. Ik denk dat we dan niet echt meer over een product praten. Wij praten dan als een service provider die een dienst levert. En dat is natuurlijk ook het product van de toekomst. Een stukje extra service verlenen. En natuurlijk gaan we ook nog wel nieuwe profielen
verkopen vanuit Zwitserland. Maar ik denk dat het zoeken naar de mix, dat de uitdaging is. En dan hebben we ook aan het NIBE gevraagd van reken nou nog eens even een keer uit. Als ik die gevel niet uit Zwitserland haal, het draagprofiel overigens, maar een stukje profiel al gebruik wat ik gewoon heb liggen, dan gaan die schaduwkosten weer omlaag. Dan heb je zomaar weer 10% winst in de schaduwkosten. Dus dat is natuurlijk het spel. De TU Delft onlangs heeft ons ook die vraag gesteld. Kunnen jullie met onze studenten een gevel bouwen? Maar de studenten vroegen zelf naar hergebruikt staal. Nou, die hebben we dan even gezocht in ons netwerk. Die hebben we gevonden in de vorm van dit profiel. Nou, dit profiel, daar lag veel meer van. Want daar was een project ooit voor bedacht. Maar daar moest een minimale hoeveelheid aan staal worden geproduceerd. Maar ze hadden maar de helft nodig. En die fabrieken, ja, die staalwalsen, die walsen wel lekker door. Dus je praat zo over 3000 meter profiel. Als je er maar 1000 meter van nodig hebt, ja, wat doe je dan met die andere 2000 meter? Nou, daar hebben wij dan in ons netwerk nu even op de oogstkaart. Dat is natuurlijk eigenlijk ere wie ere toekomt. Superuse architecten hebben dat bedacht. Wij hebben daar ook onze spulletjes op staan. Maar we zijn natuurlijk ook zelf aan een netwerk bezig van overstok. Onze klanten kunnen gewoon hun overgebleven profielen daarop posten. En wij zoeken daar weer een nieuwe eigenaar voor. Dus dat wordt meer en meer gedaan. Niet alleen profielen, ook afgewerkte ramen en deuren die misschien over zijn gebleven, verkeerd zijn ingemeten. Gewoon kant-en-klare elementen, gelakt en al, die zijn gewoon te koop. Nou, dat idee van dat ene profiel, dat kwam uit het gerechtsgebouw in Gent. Dat is ook een iconisch project daar. Dat hebben wij mogen meemaken. En we hebben daar dan die resterende profielen van hergebruikt. Dat doen we in woningen van architecten. We hebben ook nog een keer een oefening gemaakt met echt sloopafval. Waarom niet? Wij kunnen daar best een gevel van maken. En wat je dan ziet, we hebben dan een hybride. Dat wij eigenlijk ieder willekeurig draagprofiel kunnen maken of nemen en daar een gevel van maken. En wat je dan biedt is een goede basis waar de klant op verder bouwt. En daar hadden we onlangs een heel mooi voorbeeld van. Ik denk dat dat de laatste is. In Utrecht hebben we 15 jaar geleden een gevel gebouwd. Maar het programma van eisen veranderde. Er moest een verdieping uit. Nou, als de verdieping eruit gaat, heb je een dubbele overspanning en voldoet je draagstructuur niet meer. Daar hadden wij een oplossing voor, want onze stalen profielen kun je heel simpel verstevigen. En dan kunnen we weer de dubbele overspanning aan. Dus wat al bestaat, hoef je niet per se weg te gooien. Wij kunnen daar echt weer op verder bouwen. En dat doen we natuurlijk met ook goede partners die dat samen met ons doen. Daar krijg je blije opdrachtgevers van. Nog even snel een voorbeeld van hoe wij daarmee omgaan. Wij hebben ook een demonstratiemodel gemaakt. Daar gaan we flexibel naar beurzen. Na 4 jaar hebben we het systeem veranderd. Hebben we de bovenbouw in Hoofddorp op de circulaire expo gezet. De elementen die eruit kwamen, die staan nu bij onze klantendiensten doen. De partners van ons in het buitenland, hier een voorbeeld in Spanje, die kan ons containertje gewoon lenen bij ons. Heeft er zelf weer een bovenbouw op gemaakt. Die is in Madrid geweest vorig jaar. Volgend jaar gaat deze naar Barcelona. En we gaan zelf ook weer een nieuwe bovenbouw maken. En dan gaan wij met partners vanuit de Solar gaan wij zonnewering en energieopwekkende systemen aan onze profielen hangen. Dus wij kunnen gewoon upgrades aanbrengen op onze profielen. Nou, en een heel interessant project hebben we gisteren ook op het podium hiernaast kunnen zien. Buildings as material banks, als we zo ver gaan en onze draagprofielen ook nog voorbereiden dat er andere leveranciers hun producten aan kunnen hangen, dan is het spel compleet en dan hebben we de samenwerking die we echt zoeken. Maar dan hebben we natuurlijk meerdere spelers nodig en wij gaan dan samen vanuit een goede basis gaan wij meerdere functies aan de gevels hangen. Nou, dat kunnen we op allerlei terreinen doen. Wij hebben nog een soort droom, een visie. Op de daken van de grote steden kunnen we gewoon nog een laag bovenop bouwen. Met prefab systemen, zonwering, energie opwekken. Gezellig hier op een klein dakje in Antwerpen.
de generositeit van de bestaande gebouwen. Hier is een mooi voorbeeld nog. Daar zit alles samen. Een gebouw dat er al 200 jaar staat. Met een mooie upgrade in staal. En een mooie glazen uitbouw als ontvangstpaviljoen. Ja, dat is natuurlijk ook weer voor 100 jaar gebouwd. En ik ga geen namen noemen, maar een bekende architect, die vroeg ik ook om feedback. Van joh, wat vind jij nou allemaal van al die circulaire ideeën? Die zegt, ja, dat is allemaal wel leuk. Maar je moet gewoon goed ontwerpen. En je moet zorgen dat het lang meegaat. En dat is ook circulariteit. Dus laten we gewoon elkaar niet gek maken. Gewoon goed ontwerpen, goed bouwen. En natuurlijk met goede systemen, flexibel, transformeerbaar. En dan samen met nieuwe partners die samenwerking opzoeken. En dan komt het allemaal goed. Ik heb geen tijd meer voor vragen. Wij hebben aan de andere kant van de hal hebben wij een kleine stand met deze producten staan. Als jullie die willen zien, meer willen weten, schiet ons eventjes aan. En dan gaan wij natuurlijk uren vertellen. Maar ja, kom ons maar even opzoeken, zou ik zeggen. Bedankt voor uw aandacht.